Ruim 400 historische zeilschepen telt de Nederlandse chartervloot. Alle dingen die zo gewoon zijn in het dagelijks leven en de dingen waar je je druk om maakt, vallen eigenlijk totaal weg. Cultuurhistorische waarde is onmiskenbaar. Er is niks vervangend. Je vindt ze nergens anders ter wereld. De schippers, zeilenmakers, ijzerwerkers, tuigers. Door hun passie en kennis bestaan deze schepen nog. Wat het meest bijzondere is aan onze branche is dat wij ongeacht wat deze schepen in de vaart proberen te houden. Dus iedereen heeft ontzettend liefde voor die schepen. Om mensen de natuur te laten beleven vanaf een zeilschip. Dus we hebben zo het schultje gegaan. De wierbalg. We zijn van de wierbalg in het Amsteldiep geland. Deze schepen zijn ervoor gemaakt om op ondiepe wateren te varen. Dus die zijn echt perfect voor dit soort gebieden. Om in het Waddengebied te kunnen zeilen, moet je precies weten waar geulen en zandplaten liggen. Hoe het water zich beweegt, wat de kracht is van het getij. Met die kennis is het mogelijk dit 34 meter lange schip op de bodem van de zee te leggen. Het is altijd in beweging. Zandplaten verplaatsen zich, ontzettend veel leven. Wel bizar als je dat bedenkt dat je zomaar over de zeebodem om je schip heen kan lopen. Dat mensen dan een beetje doorgaan hebben wat eigenlijk het wat is. Eerst een week of drie lang leertjes aanzetten en daarna ga je eens een keer een stukje naaien en dan ga je een keer een gaatje repareren. Kan je uiteindelijk uitgroeien tot zeilmaker. Alles wat ik geleerd heb, dat heb ik van Willem geleerd. Ik geef het weer door aan Maaike van generatie op generatie. Patrick is specialist in het repareren van de grote zeilen van de chartervloot. Stavoren en Kuizen, Horen, Makkum, Urk. Komt in de haven 's avonds en je ziet daar die platbodems liggen. Mensen die kijken hun ogen uit. Het is knap dat het allemaal nog drijft. Dat is alleen maar te danken aan de mensen die erop werken. Cultuur, historisch erfgoed, zonder twijfel. Maar veel meer dan dat. Dit is ook een vloot die niet alleen iets zegt over de geschiedenis, maar een enorme belofte is aan de toekomst. Straks in de toekomst zullen we die wind nog hard nodig hebben om ons van A naar B te verplaatsen. Marijke ontwerpt de tuigage van grote traditionele zeilschepen. Zoals deze Duitse viermaster, de Peking, van 115 meter lang. Ook maakt ze stabiliteitsberekeningen. De hele Nederlandse zeilvloot. We moeten dus aantonen dat ze stabiel genoeg zijn. Het zijn de tamelijke boekwerken waar zo'n schip dan over moet voldoen. Bovendien worden ze dan elk jaar of elke twee jaar weer gekeurd. Ik heb altijd het gevoel dat je totaal uit de maatschappij stapt en in totaal een andere wereld komt. Het enige wat er nog toe doet is goed voor elkaar zorgen. Zorgen dat alles veilig blijft en dat het schip van A naar B komt en iedereen te eten heeft. Op haar 17e stapte Tess voor het eerst aan boord van de Morgenster. Een zeeschip dat vooral met jongeren vaart. Je gaat heel erg terug naar de kern van wat je moet doen en ja, wie je dan bent. Dat vind ik heel gaaf. En vooral jonge mensen die hier aan boord stappen en dat meemaken. En waarbij je dan een ongelooflijke ontwikkeling ziet. Omdat je gedwongen wordt met elkaar om te gaan en dingen met elkaar uit te zoeken en met elkaar samen te werken, terwijl je dat anders nooit had gedaan met deze mensen. Als die geschiedenis verdwijnt, dan heb je niks om een toekomst op te bouwen. Deze schepen zijn zoveel meer dan een mooi plaatje op een ansichtkaart.
Er zit een wereld achter. En net zoals de schippers en vaklui van 100 jaar geleden, weten al deze professionals precies wat ze aan het doen zijn. En wat ze in handen hebben. Goud.